Hallo allemaal, het is weer maandagochtend en dat betekent dat dit voor mij in ieder geval de eerste werkdag is van de week. Op maandag begin ik eigenlijk altijd met het voorbereiden van mijn Facebook posts, van mijn Instagram posts en alles eromheen. En ik geloof er gewoon in dat maandagochtend, dus de eerste dag van een werkweek, een van de belangrijkste ochtenden is in de week. Want als je deze dag goed begint, is je werkweek een stuk makkelijker te doorgronden. En ik merk dat ik vanochtend niet zo goed opstond. Ik heb best wel pittig gedroomd over verraad en over in de steek gelaten worden. En allemaal dat soort dingen wat we allemaal heel erg kunnen herkennen. En dit is gewoon een stukje verwerkingsdroom. Dus ik weet dat ik er niks achter hoef te zoeken. Maar het zorgt er wel voor dat je moe opstaat en dat het moeilijker is om op te starten. En zeker op die maandagochtend vind ik het juist zo belangrijk dat ik goed opsta. En ik heb het geluk dat vandaag mijn kat Gray een enorme drukte vrolijke bui heeft toen ik mijn bed uitkwam. Dus ik ben zo blij dat die kat gewoon even heen en weer aan het springen is en gekke dingen aan het doen is en gezellig bezig is. En dan merk je echt wat een dier voor je kan betekenen. Juist door gewoon dingen weer zo luchtig te maken. Ik zit me nu ondertussen ook verschrikkelijk te klieren, want ze wil mezelf een stik afpelken. En juist dat soort dingen maakt alles luchtig. En wat ik ook echt doe om uit zo'n vermoeiende bui te komen, het is niet negatief, maar het is zwaar, is dat ik gewoon eventjes de dingen doe en mezelf aan de dingen herinner die ik heel fijn vind. En voor mij is het een deel edelstenen. Ik ben gek op edelstenen van kinds af aan al. Gewoon puur omdat ze zo mooi zijn. En ik voel ook oprecht heel veel als ik ze vasthoud. Dus ik ben heel erg geneigd om daar even mee te spelen. Ik noem het zelfs mee te kloten, mee te kneutelen op het moment dat ik me zo voel. En dat verlicht ook wel heel veel. Ik vind het heerlijk dat we vandaag gewoon lekker naar het Elysium gaan. Het is vandaag badkledingdag, dus ik kan gewoon lekker ongegeneerd, makkelijk, vrij, met een veilig gevoel de sauna in. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. Maar dat betekent wel dat ik vanochtend eventjes door moet pakken met een aantal dingen en gewoon lekker werken. En dat gaat minder goed als je je zo voelt. Dus wat ik dan ook doe, nu, op dit moment, is eventjes zitten. Ik geef mezelf ook echt die toestemming om niet tegen die muur te bonken en er tegenaan te schoppen, maar gewoon eventjes rustig te ademen. En dat vind ik zo jammer aan de huidige maatschappij. De oplossingen die we moeten hebben voor onze problemen, die moeten gelijk zo groot zijn. Die moeten gelijk zo moeilijk zijn. Terwijl ik nu eigenlijk al een aantal dingen benoemd heb die heel simpel zijn. Ik merk ook dat ik me nu al een stuk beter voel. Dus gewoon heel simpel eventjes iets doen met iets wat je leuk vindt. Genieten van dieren. Maar kijk je gewoon kattenfilmpjes. Kijk, daar komt ze erbij zitten. En gewoon eventjes rustig iets doen wat je dus leuk vindt. Waar je aandacht aan wilt besteden. En ook gewoon jezelf toestemming geven om je even kloten te voelen. Nou is kloten te heftig, maar je snapt wat ik bedoel. En gewoon even rustig te zitten, want het leven is hartstikke leuk. En op het moment dat jij tegen die muur aan blijft botsen van ik voel me rot, maar ik moet heel veel doen en ik moet dit en ik moet dat, dan maak je jezelf zo ontzettend moe. En dan wordt het zoveel zwaarder. Ja, Gray, het wordt het zoveel zwaarder. Dus dat werkt helemaal niet. Dan kun je beter zeggen, oké, ik geef mezelf de toestemming om gewoon even rustig te ademen. Hier rustig mee bezig te zijn. En dan voel je op een gegeven moment voel je die klik en denk je van oké, nu kan ik weer rustig. Nu kan ik weer mijn ding doen. En dat ga ik ook doen. En dan zul je merken dat alles veel meer in die flow gaat. En wat dus ook heel erg helpt, iets wat ik nu doe, is het gewoon delen. En dat betekent niet dat de ander hoeft te reageren of een bepaalde reactie hoeft te geven. Maar gewoon het delen met een ander, met andere mensen of met een vel papier werkt er ontzettend goed om jezelf even te ontladen. Want er zit gewoon even een emotie die aandacht vraagt. En het is ook niet de bedoeling dat je daar heel veel gewicht aan gaat hangen. Het is gewoon even zo. Dus zorg dan op zo'n moment voor jezelf. Dan komt het helemaal goed. Ik wens jullie dan voor nu ook een hele fijne dag toe. Ik ga nog eventjes rustig diep mediteren met een ademhalingsmeditatie. En dan wens ik jou voor nu inderdaad een hele fijne dag toe. Ach, ik ben zo ontzettend blij dat er een badkledingdag is om gewoon lekker in het Elysium te ontspannen. Zonder helemaal je bloot te hoeven geven, want ik ben ontzettend preut. Dus ik ga er nu lekker van genieten. Ik hoop dat jij ook een momentje voor jezelf en last, dat je lekker kunt ontspannen en kunt ontladen. En ik wens jou voor nu een hele fijne dag toe. Hey lieve schatten, ik moet het even aan jullie kwijt dat jullie gewoon
geweldig zijn. Ik heb, nee, ik zeg het verkeerd. Ik ben zo dankbaar voor iedereen die ik elke dag weer spreek. En wat mij het meeste fascineert is welke verhalen ik wel niet hoor van kracht, van doorzetting, van lef, van moed. En weet je, het leven is niet altijd makkelijk. Sterker nog, je zal altijd tegenslagen mee blijven maken. Maar jullie onderschatten jezelf zo erg, weet je. Ik hoor vandaag weer zulke dingen dat ik denk van, zie je wel hoe ver je al gekomen bent? Zie je wel hoe waanzinnig tof je bent en hoe goed je nu al bezig bent? Laat staan hoe ver wij samen zo meteen gaan komen. En het raakt me soms zo op een goede manier en soms ook op een verdrietige manier. Dat ik, ah, dan zou ik jullie gewoon willen omhelzen en willen zeggen van, joh, zie jezelf. Zie hoe goed je bezig bent. Zie hoe, oh, hoe warm, hoe lief je, hoe tof je bent en hoeveel je in je mars hebt. En een van de meest pijnlijke dingen die ik zo vaak hoor is dat er dan juist tegen deze mensen gezegd wordt, doe maar rustig aan. Doe me rustig aan, weet je. Neem nou eens echt die pauze. En ja, je moet niet te hard knokken hoor. Je moet niet... Nee, je moet wel eens een pauze nemen. Dat ben ik helemaal met je eens. En soms moet je pas op de plaats nemen om even voor jezelf te zorgen en je energie bij te vullen. Maar holy fuck, als je zoveel in je mars hebt. En je wil het ook, weet je. Je hebt ook ergens in jezelf die behoefte en die lat liggen die zegt van, ja, ik ga gewoon knallen. Maakt niet uit waarin je knalt. Waarom doe je het jezelf dan aan om jezelf te blokkeren? Weet je hoeveel fucking zeer dat doet als je weet dat je meer in je mars hebt? En je weet dat het mag van het universum. En je doet het niet. Omdat andere mensen er niet in geloven. Ik snap het helemaal. Ik snap helemaal hoe erg blokkerend het werkt als mensen niet met je mee willen. Maar lieve schat, als jij het voelt, doe het dan. Neem die pauze, want je hebt hem nodig. Maar ga er alsjeblieft voor. Dat heb ik ook gedaan. En ik beloof je, het is het waard. De wijsheid voor vandaag. Jij bent niet je gedrag. Jij bent niet je gedachtes. En jij bent niet je gevoel. Jij bent jij. Jouw gedachtes en jouw gevoelens zijn niks meer dan reacties vanuit hoe jij nu in het leven staat op wat er buiten je gebeurt. Dus maak dat niet zwaarder dan het is.